Oh, wat dankjewel. Mooi. Ja, ja, heel mooi. Ashwin heeft vandaag een afsluitgesprek met Judith en ik ga hem vandaag volgen. Hey, Ashwin. Hey, Jeroen. Goedemorgen. Zeg, jij hebt vandaag een afsluitgesprek met dat Judith? Dat klopt. We gaan vandaag een afsluitgesprek hebben met het gezin. Met name met Judith om te kijken van, goh, hoe is de samenwerking verlopen eigenlijk de afgelopen 5 jaar? Wat zou ik als jeugdzorgwerker anders kunnen doen? Ja. Dus een stukje reflecteren op mijn eigen handelen. Oké, okay, nou, superbelangrijk. Laten we naar binnen gaan. Laten we naar binnen gaan, ja. Inderdaad. Ik weet dat de bel het niet doet, dus ik moet even op de raam tikken voor haar. Ja, de bel doet het niet. Kloppen. Daar komt het. Ja, hey, daar. Hi. Judith. Hi. Hoi Judith. Hoi Judith. Kom binnen. Hi. Goedemorgen. Laten we even van Judith, de afgelopen 5 jaar, even langzaam kijken van hoe is het gegaan. Mm-hmm. Even gewoon feedback geven op mij, ja. Op die manier. Want het is toch wel pittige jaren geweest. Absoluut, absoluut. Mag ik vragen wat er gebeurd is? Nou, ik denk Ashwin is in beeld gekomen nu iets langer dan 5 jaar geleden. Klopt. Op het moment, omdat ik een hoop huiselijk geweld altijd was hier aan de hand met mm-hmm. verschillende ex-mannen. Vaders van de kinderen. Ja, en op een gegeven moment kwam Ashwin in beeld. Vertel eens, hoe ging dat in zijn werk op dat moment? Nou goed, toen ik op dat moment binnenkwam was het echt wel... eigenlijk, we hebben eerst een gesprek gehad bij het multidisciplinair kindermishandeling. Centrum Kindermishandeling in Hoofddorp. Daar hebben we een gesprek gehad. Toen ben ik 2 jaar als in een vrijwillig kader betrokken geweest. Ah. En nou ja, goed, het was gewoon niet meer houdbaar. Zowel voor de kinderen, maar ook voor Judith zelf. De kinderen waren heel erg in onveilige situaties. Toen hebben we de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek gedaan voor ondertoezichtstelling. Toen kwam er een ondertoezichtstelling en direct ook een uithuisplaatsing. Dus eigenlijk allebei tegelijk, dus zowel de ondertoezichtstelling als de uithuisplaatsing is tegelijk afgegeven. Wat eigenlijk gewoon ook Judith de redder is, althans de redder is geweest voor Judith, is dat Judiths ex-partner eigenlijk een opname naar mij toe gestuurd heeft. Ah. Okay. Want, op dat moment vond ik het niet zo prettig hoor. Nee, dat snap ik. Ja. Nee. Ja, dan zag op je dat moment dacht ik, wat flik jij me nou? Ja, ja, hij had mij gefilmd om 2 uur 's middags terwijl ik aan de drank en de coke zat. Oh, toen jij. Heeft hij mij gefilmd en dat heeft hij naar Ashwin gestuurd. Ja, dat filmpje dat heeft mijn leven uiteindelijk een hele ommedraai kunnen geven. Nogmaals, op dat moment kon ik dat niet waarderen natuurlijk. Dacht ik, wat flik jij me nou? En toen zijn uiteindelijk de kinderen uit huis geplaatst? We waren om 2 uur 's middags hier zo samen met een collega en toen haar moeder vertelt, kinderen kwamen net van school binnen ook. Ja, 3:15. Kwart voor drie. En nou, moeder heeft op een heel rustige manier aan de kinderen verteld van, joh, mama moet aan zichzelf gaan werken. Mama is ziek. Mama is ziek. Gezegd. Want mama gaat het niet goed. Ja, ja, inderdaad, mama gaat het niet goed. En toen waren de kinderen van, ja, maar waar gaan wij naartoe? En toen heb jij gezegd van, joh, Ashwin en mijn collega Merel, die nog betrokken was. Die hebben een hele leuke plek voor jullie gevonden. Waar jullie even tijdelijk gaan wonen. En mama gaat aan zichzelf werken. En op het moment dat mama weer beter is, komen jullie gewoon weer terug naar huis. En ja, eigenlijk was het eigenlijk voor mij, als ik nu terugkijk, was het een soort... Hè, je hebt wel eens een begrafenis, wat heel heftig en heel verdrietig kan zijn. Ja. Maar ook weer heel mooi. Hè? Dus het was een soort van, zoals ik het ervaren heb, hè, bij mij thuis, mijn uithuisplaatsing. Ja, is het gewoon het begin van een nieuw leven geweest eigenlijk, die dag. Ja. Ze zijn dus 25 april 2018 zijn ze uit huis geplaatst. En uiteindelijk de eerste nacht dat ze thuis liepen was kerstavond. Ja. Ik denk dat dat de mooiste dag van mijn hele leven is geweest. Dus dat was eigenlijk het punt waarin dat is het moment geweest dat er een opbouw kwam. En uiteindelijk zijn ze dat jaar erop, 3 februari, waren ze officieel helemaal thuis. Zeg, eigenlijk hoor je best wel veel negatieve verhalen over de jeugdzorg in de media, maar over het algemeen ligt het percentage aan succesverhalen veel hoger, toch? Inderdaad, er liggen best wel veel succesverhalen. Ja. En die worden niet belicht in de media. Het is altijd de negatieve verhalen. Zeg, en wat heeft Ashwin voor jou in het bijzonder echt betekend? Nou, ik denk dat Ashwin vanaf het begin eigenlijk heeft gezegd van, hè, je bent geen in en in slechte moeder, hè, maar ik wil gewoon dat je een betere versie van jezelf wordt. En een van de dingen die hij mij echt geleerd heeft, waar ik heel veel aan gehad heb, is de focus op mezelf te leggen. Hè. Dus niet bezig te zijn met anderen, met ex-mannen of mensen die ook dingen niet goed doen,
Maar gewoon echt de focus op mezelf. Al mijn energie en tijd gewoon in mezelf te steken en in mijn gezin. Ja, precies. En eerst dacht ik, wat bedoel je nou met de focus op jezelf? Maar hè, ik kon ook wel erg snel, ja, maar die doet dat en die doet dat. En let daar eens op. Maar eigenlijk ben ik daar heel dankbaar voor. Ja. Dat ik echt al mijn tijd en energie in mezelf heb gestopt. Ja, precies. Om een betere versie van mezelf te worden. Ja. Ja. Ja, dus hier hebben we de verrassing. Nou, eens even kijken, wat is dit? Ah, kijk, een videobericht. Van wie is dat, hè? Nou, laat ik eens even op play drukken. Beste Aswin, mijn naam is Willy van den Kerkhoff, ex-profvoetballer van PSV. Bijzonder graag wil ik je namens Judith en haar kinderen bedanken voor de geweldige ondersteuning, zodat zij en haar kinderen in een betere situatie konden opgroeien en Judith haar leven weer op de rit heeft. Als verrassing wil ik je graag aanbieden een bezoek aan het PSV-museum. Judith en haar kinderen zijn je enorm dankbaar. Nogmaals, dank. Willy van den Kerkhoff. Oh. Wat dankjewel. Mooi. Ja, heel mooi. Talle PSV-fan, hè? Je bent een enorme PSV-fan, klopt, toch? Dus dan wil ik wel weten hoe jullie daarachter zijn gekomen. Ja, nou ja, goed. Research, hè? Ben je dat? Ja. Nee, echt, heel dankjewel. Ja. Echt. Dan ben ik eens even. Dankjewel. Gaaf. Ja. Ja. Dat het vak van jeugd- en gezinsbeschermer ongelooflijk de moeite waard is, dat weten we nu. Maar ik mag nu meelopen met jeugdreclasseerder Julique. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Wat staat er op het programma? Vandaag gaan we in gesprek met een jongere die ik langere tijd begeleid. Waar ik toezicht en begeleiding aan heb geboden de afgelopen 3,5 jaar. Oké. Okay. Ja. Nou, let's go. Ik ben benieuwd. Nou, is goed. Gaan we doen. Zo. Nou, we zitten hier vandaag met een jonge man die ik al een tijdje begeleid. En ja, ik heb vandaag een gesprek met hem. En we gaan het vandaag hebben over hoe het gaat. Elke 4 weken hebben wij daarover een gesprek. Dus en vandaag dus ook. Hoe is het vandaag met jou? Het gaat goed, man. Ja? Ja? Dingen lopen goed, dus het gaat goed. Ja. De volgende stap is verlof. Verlof? Ja. Precies. Dan gaan we aan werken. Ja. Ja. Hoe dat er allemaal uit gaat zien. Ja. Hoe komt het nou dat jij zulke goede stappen maakt? Ik zag mijn kans. Mijn kans die grijp ik met beide handen. En als ik een man van woord ben, dan wil ik graag mijn beloftes nakomen. En dat heb ik gedaan, je weet toch. En nu kom ik mijn beloftes na, als een man. Dus je hebt nu heel helder voor ogen wat jouw stappen zijn. En dat, ja, dat geeft jou ook de moed om gewoon weer verder te gaan. Ik heb mijn visie op scherp, ja. Ja. Dus alles loopt goed. Wat zou je willen worden? Iets met sport. Iets met sport? Ja, kickboksen. Kickboksen? Ja. Oh? Daar wil ik wel groot in worden. Gaaf. Ja. Doe je dat veel, kickboksen? Ja, ik doe wel eens kickboksen, ja. Veel trainen ook. Hoe vaak train je per week? Minimaal 3 keer. Dus en dat niet, dan doe ik het in mijn kamer trainen. Dus je bent ontzettend fit? Ik ben wel eens fit, ja. Ja. Zou jij Julique willen bedanken voor wat ze voor jou doet? Natuurlijk wil ik haar bedanken, je weet toch. Want geloof mij, zonder haar zou ik hier ook vandaag niet zijn om met de camera ploeg om me heen, je weet toch. Het is die band die we met elkaar hebben, haalt al het slechte eruit. Je weet toch. Zonder haar zat ik hier niet vandaag, zeg ik gewoon heel eerlijk. Dat is ook de reden dat ik hier vandaag ben, wat ze vroeg met. En ze heeft al zoveel voor mij gedaan, voor mij betekend. Wat mij alleen maar goed heeft gedaan. En nu ook verlof en zo. Dus het gaat goed, begrijp je. Dus ik doe haar sowieso dank. En ik denk dat ik niet de enige ben. Wij hebben een verrassing voor Julique geregeld. Dus ik wil even vragen of jullie met me meegaan. Oké. Okay. Ja? Ja, zeker. Kom. Ja, leuk. Welkom. Jullie krijgen zo meteen een training van mij, van Jorina Baars. En ik ga jullie eventjes fysiek uitdagen. En we gaan eerst even beginnen met een warm-upie. Ik heb wat spulletjes klaargelegd en die gaan we even aantrekken. Oké, gaan we zo meteen beginnen. Eventjes een beetje warm worden. Dat is wel belangrijk, want het is een beetje fris, hè? Ja. Oké, mogen jullie zometeen met elkaar? Eentje gaat een halve minuut werken. Mag jij je handen even opbouwen? En dan één persoon gaat de hele tijd links, rechts,
links, rechts. Bij jou gewoon in je handschoen, ja? Tik, 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 tik. Ongeveer een half minuutje. Dan zeg ik wissel. Bij jou handen op en dan mag jij.